binnen. Ik heb wel even een spiekbriefje, want ik had vorige week nog op strand in Zuid-Frankrijk en dan belden ze me. Dus op je tiende begonnen met ponyrijden op de manege. Nou, in de loop van de jaren heb je heel veel trainers onder je gehad. En uiteindelijk je eigen handelsstal met Julia Keizer in Rauwveen. Samen met de dochter Mina, ook hier aanwezig. Sterro, Tamino, superwaard en zilver met de lamp. Je mag hier naar voren komen. Zullen we even een applaus meegeven? Marco Zager! En natuurlijk zijn steun en toeverlaat, Julia. En zijn prachtige dochter Nina. Ja, ik hou met jullie hier al heen gereden in een mooie landbouw. Het was een mooie rit hoor ik door Raffeen en de stappers hier op het Marktplein. Nou, Stutterij Sterhof, een bedrijf waarin sport en fokkerij Sterren ontstaat. Meerdere paden rijdt de markt voor de Stutterij Sterhof. Met drie paden wist hij zich in Aken grote prijzen te rijden hier dit jaar. En uiteindelijk met Tamino naar Londen. Ik zie ook dat onze burgemeester aanwezig is. En die staat hiernaast op het podium. Dan geef ik het woord over aan burgemeester Alstra. Dankjewel, Mark en Julia. Maar is zo is het een dag. Mark en Julia, hier sta je dan vandaag. Het is alweer even geleden dat je je Olympische zilver met het Nederlandse paardenspring team behaalde. Samen met je paard Damino zet je een prachtige prestatie neer. Een prestatie waar we graag even bij willen stilstaan, want waar we jou nog even in het zonnetje willen zetten. Want die prestatie die vertelt iets over jouw doorzettingsvermogen, over jouw passie. Want wat gaat er een training aan vooraf? Wat een hoop uren zitten er in de voorbereiding? Streven naar perfectie namens de gemeente. Alsjeblieft. Hij past wel in jouw kant. Ik kan het ook al verwoorden bij een interview waarin je zei: zilver voelt fantastisch. Is deze topprestatie toch geweldig mooi? En met Jan Vulling ben ik het helemaal eens dat jullie team geen goud heeft verloren, maar zilver hebben gewonnen. Fantastisch. Van harte gefeliciteerd. Onze sportambtenaar had je voor de wedstrijd nog een berichtje gestuurd en je succes toegewenst met de hoop dat er nog een medaille mee naar huis zou komen. En dat mocht gebeuren. Geweldig.